Constantin, ja, welkom bij Emme. Hoe bevalt het de eerste dagen? Prima, ja. Ja, ik ben heel goed opgevangen door de jongens. Iedereen kennis gemaakt. Want je kende nog niemand? Nee, ik kende nog niemand. Wel tegen een aantal jongens in de jeugd gespeeld. Zoals Robert de Vos, Stef. Veel natuurlijk uit het Westen. Ja, die hebben bij Feyenoord gespeeld. Ja. En dat waren dan leuke wedstrijden in de jeugd. Prima opgevangen. En goede eerste dagen. Wat is eigenlijk je eerste keuze geweest om naar Emmen te komen? Ik heb een heel goed gesprek gehad 2 weken geleden met de trainer en de assistent-trainer. En dat beviel gelijk goed en ik voelde gelijk een klik. De manier waarop Emmen speelt, dat trekt mij ook. Dus ja, eigenlijk was de keuze... Voetballend gezien inderdaad, doen wij het gewoon voetballend. Zeker. Wat denk jij dat je daarin kan brengen? Ik hoop natuurlijk met afvallende voetbal dat ik mijn steentje daarin kan bijdragen. Ik ben een aanvaller, dus ik hoop voor assist of doelpunten te zorgen. Natuurlijk moet ik eerst wat minuten gaan maken, want ik ben een tijdje geblesseerd geweest. Ik zal eerst wat minuten bij Jong gaan maken waarschijnlijk. Want hoe lang ben je eruit geweest? 14 maanden. Dat is lang. Ja. Wat had je? Wat voor blessure? Ik had een buikwand en liesblessure. Ja, dat heeft een hele lange tijd geduurd. De eerste 6-7 maanden was er niet echt een diagnose. Vandaar dat het heel lang heeft geduurd. Maar ja, we zijn nu eindelijk weer fit en kunnen weer vooruit kijken. Ja. Precies, dat is alleen maar goed natuurlijk. Heb je wel wedstrijden van Emmen gezien in competitie al? Of? Zeker, ja. Welke is je meest bijgebleven bijvoorbeeld? Die tegen ADO Den Haag, hier thuis. Dat vond ik een hele goede wedstrijd van Emmen. Je ziet dat ze... In die wedstrijd komt heel goed naar voren dat ze echt goed voetballen en aanvallend veel kansen creëren. Dus ja, dat vond ik wel een hele goede wedstrijd. Je bent er zondag nog niet bij. Nee. Maar dan wil ik jou wel vragen, wat denk je dat het gaat worden tegen Heracles hier thuis? Je hebt die sfeer natuurlijk zelf nog niet geproefd. Natuurlijk. Ik heb volle vertrouwen dat Emmen hier gewoon de punten gaat houden. Dus, een kleine voorspelling? Een kleine voorspelling, ja. 2-0. 2-0, ja. Staat genoteerd. Wanneer denk je ongeveer echt dat jij weer kan spelen bij ons? Want je zei, je gaat eerst met de belofte meedoen om conditie op peil te houden? Of... Gewoon om... Ik zou eerst met de jongen wat minuten gaan maken om wedstrijdritme op te doen. Ik kan moeilijk een datum prikken en dan zeggen van deze wedstrijd zal ik gaan spelen. Dat kan je moeilijk van tevoren inschatten natuurlijk. Ik wil gewoon stap voor stap wil ik het bekijken en ik hoop gewoon zo snel mogelijk misschien deze maand nog minuten te kunnen maken. Al een beetje gewend aan Drenthe? Ik ben er pas 2 dagen. Dat, De eerste 2 dagen? Ja. Best indruk geven? Ja, zeker. Nee, het is natuurlijk heel anders dan Amsterdam. Maar ik moet nog allemaal zien. Maar het komt wel goed.